Ja, Rogier Hofman, een beetje zuur denk ik. 2-2. Aan de andere kant, een puntje tegen OZ is ook niet slecht. Nee, absoluut. Je speelt een goede wedstrijd en daarom wil je winnen. Je begint onwijs goed. We hebben gezegd dat we alles willen winnen de tweede helft van het seizoen. Dat is niet gelukt, maar je speelt een goede pot. Je hebt geluk dat Amsterdam het vandaag niet redt. Dus we staan nog steeds goed voor. Is het ook een geluk dat vlak na de rust die strafbal er niet in gaat? Dat je daar op 2-1 niet komt? Dat je nog 2-0 houdt? 2-1, ja. Natuurlijk is dat een geluk wil ik niet noemen. Jaap is een waanzinnige keeper, dus je hebt gewoon een kans. Maar dat is wel heel lekker dat die er niet in gaat. Waardoor je inderdaad die 2-1 voorsprong houdt en nog steeds voorstaat. Ja. Ja, dan komen we uiteindelijk toch nog die 2-2. In de allerlaatste minuut, zoals dat heet, de dying seconds. Daar ging het een en ander aan vooraf. Ja, ik denk dat die corner terecht gegeven wordt. Die gaat erin en een beetje discutabel via de voet, niet via de voet. Ja, de scheidsrechter keurt hem goed. En dan zie je dat iedereen een beetje in zijn emoties schiet, omdat je zo graag wil winnen. En dat lukt dan op dat moment niet. Ik heb hem nog niet teruggezien. Ik weet niet of hij op zijn voet is gekomen of niet. Maar ik denk dat 2-2 op zich niet eens een gekke uitslag is. Helemaal als je ziet dat Amsterdam vandaag niet wint. Ja, nog twee wedstrijden gaan, vrijdag en zondag. Ja, allebei winnen en je zit gewoon in de play-offs. Absoluut, dat is ons volledige doel, allebei winnen. Dat begint vrijdagavond tegen HGC en dat is op HGC. Dus dat is natuurlijk meteen een hele mooie wedstrijd. Dan kunnen we weer laten zien dat we de play-offs thuis horen. Ja, want dan kun je ook meteen een concurrent definitief uitschakelen. Absoluut, ja, dat is ons volledige doel, vrijdagavond vol tegen HGC te gaan, ja. En als je naar de andere concurrent kijkt, naar Amsterdam, die moet Laren en Tilburg uit mijn hoofd. Daar zou je van mogen verwachten dat die punten gaan pakken. Dat is ook nog lastig. Ja, die winnen twee keer. En daar gaan we zeker van uit. En wij moeten ook gewoon twee keer winnen. En dat is gewoon ons doel. Want het enige wat we nu moeten doen is dat bereiken. En dan hebben we het gehaald. Ja, algemeen terugkijken. 1 punt, ja. Meer zat er niet in vandaag? Meer zat er wel in. Maar dat hebben we wel zelf gedaan dat we dat niet gered hebben. Maar we hebben een beetje geluk gehad vandaag.